van de presentatie van de bundel met de eerste 75 financiële artikelen van de heer ingenieur Erik Pannevlek organiseerde de Kenniskring Suriname een lezing. De lezing was getiteld Uw vermogen en geld in de huidige tijdperk van verandering en verandering van tijdperken. De wereld om ons heen verandert snel en bevindt zich nu in een overgangsfase naar een nieuwe samenleving met vergaande gevolgen. Tijdens deze overgangsperiode, die in het jaar 2000 begon, zullen we extreme koersschommelingen meemaken met veelvuldige scherpe koerscorrecties in vrijwel alle markten. De heer Pannevlek licht dit verder toe. De kijkers van Appinti zullen zich hebben gemerkt dat er een hele hoop dingen gebeuren in deze wereld. Ja, een voorbeeld, zo'n 14 jaar geleden kostte 1 liter olie, een barrel olie, $8,90. Nu kost 1 barrel olie bijna $100. De laatste 6 maanden is de prijs van koffie op de beurs gestegen met 60%. De prijs van voedsel gaat omhoog. Men vraagt zich af... Hoe en waarom? Een jaar of 14 geleden was China een arm land. En nu overal hoor je China hier, China daar, Brazilië, BRICS. Een jaar of 14 geleden bestond het woord BRICS niet. Ja? Het zijn allemaal dingen die in het proces is van de verandering van tijdperk en tijdperk van verandering. En het gaat nu echt gebeuren. Dus alles wat je hebt meegemaakt de laatste 14 jaar was de warm-up voor de final game. De komende 6 jaren zullen er hele hoop dingen veranderen en veel sneller dan het de laatste 14 jaar zijn gegaan. En dan komen we in de nieuwe wereld terecht. De gevolgen daarvan is de totale shake-out. Altijd is het zo dat als er een nieuwe wereld ontstaat, dat die oude wereld verdwijnt. Die oude wereld verdwijnt gewoon, dus de wereldmachten die we nu kennen zullen verdwijnen. De wereldmachten Europa, Japan en Amerika zullen plaats moeten maken voor nieuwe wereldmachten uit hoofdzakelijk het oosten. Zijn koersschommelingen daar een gevolg van? Uiteraard, omdat dus... op de beurzen geven aan welke richting we naartoe gaan. Dus dat betekent als een land of een bedrijf aan het heen gaan is, gaan de koersen omlaag. En als een bedrijf of een land omhoog gaat, gaan de koersen en de beurzen in dat land omhoog. Je zult zien, het machtigste land in onze regio zal binnen een jaar of 6 Colombia zijn. Op dit moment is het rijkste land in onze regio Uruguay. Wie had dat ooit gedacht, 14 jaar geleden? Niemand wist van Uruguay af. Nu is Uruguay het rijkste land in onze regio. Dus dat is gewoon, dat zijn de kritische succesfactoren. Is dus goed bestuur beschikbaar van internet en educatie. Want in de nieuwe wereld zal educatie de meest belangrijkste grondstof zijn.